talk straight for hours. Yeah, I don't sweat. I'm trying something new. Yeah, I don't sweat. Oh, people are fighting. Yeah, I don't sweat. Late in my bed, I haven't slept. I'm on the edge, but I don't sweat either. Sweat. Welkom allemaal bij de 78e editie van Rotterdam Late Night. Dank voor het kijken. Vanavond Fatma Bagalou en Marieke Hille. Zij vertellen over het wijkpaleis. Sybe Tissen schuift aan. Hij schreef het boek De Jongen, die van de Heft ook. Kees Moeilijke is er helaas niet. Hij is ziek, geen COVID. We hebben wel culturele tips voor u in petto. En Tramhouse treedt weer op. Maar we beginnen traditiegetrouw, ook in tijden van corona, met een ode. In Sociaal Café onder de Oranjeboom ben ik aanwezig bij een kijkrepetitie van gospelzangeres Joni Mesquite. Roy en Simone zitten op de eerste rij. Ze stappen eind december in het huwelijksbootje en hebben Joni gevraagd om tijdens hun bruiloft op te treden met haar band. O Lord, Stand By Me weer klinkt door de ruimte die op andere dagen dienst doet als buurtcafé waar wordt geklaverjas en koffie gedronken en waar bewoners met een klein budget een warme maaltijd krijgen. Gospel betekent goed nieuws of blijde boodschap en de volle stem van Joni Mesquite verkondigt deze in kerken, concertzalen en gevangenissen en in buurtcafé onder de Oranjeboom pal naast treinstation Rotterdam-Zuid. Buiten regent het. Binnen beginnen Roy en Simone mee te klappen. Ik heb de gave om uit de maat te lopen, dansen en klappen. En blijf daarom stokstijf op mijn stoel zitten. Maar als Joni mij met haar dwingende blik aankijkt, begin ik toch maar te klappen. En hoor ik mezelf even later ook zingen. Open up your heart and let Jesus walk on in. Haar vaste pianist Ivo vertelt me in de pauze dat Joni soms liedjes stopzet. Zo gaan we het niet doen, zegt ze dan tegen het publiek. De gospelzangeres accepteert niet dat mensen onderuitgezakt op hun stoel zitten, terwijl zij een en al blijde boodschap is. Ze loopt tijdens optredens vaak op het publiek af en duwt de microfoon onder hun neus. Gospel is meedoen. Joni draagt geen klassieke koormantel, wel lippenstift. Ik wil er mooi uitzien, als een diva, vertelt ze. Of in de woorden van haar kleindochter, ik wil al oma's optreedschoenen. Als ik Ivo vraag of Joni altijd goed bij stem is, antwoordt hij dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Ze zingt vanuit de Heilige Geest. Soms schrikt ze van zichzelf, zegt Joni, dat dit geluid uit haar komt. Deze kracht. Ze was 15 jaar oud toen ze meeging doen aan talentenjachten en 20 toen ze een hitje scoorde met de Amsterdamse funkband Fruitcake. Maar toen ze een epileptische aanval in de metro kreeg, kwam plots een eind aan haar carrière als zangeres. De arts raadde haar ten zeerste zitten. Geen concerten, geen spotlights, geen applaus. Haar zusje zag dat Joni niet zonder zingen kon en gaf haar op voor een workshop Black Gospel. Het is 5 jaar na haar epileptische aanval wanneer Joni Mesquite voorin in een kerk in Barendrecht God is a good God zingt en God aan haar verschijnt. Ze ziet hem met haar eigen ogen. Het eerste wat ze in de pauze doet is een sigaret roken. Ze verbreekt de relatie met haar partner en wijdt haar leven sindsdien aan God en gospel. En ja, ze stopt ook met roken. He's got the whole world in his hands wordt ingezet in het buurtcafé.
Ooit zong ze liedjes over foute mannen, nu zingt Joni over genade en goedheid. Ik wil mensen niet bekeren, vertelt ze. Ik wil gewoon liefde in hun hart zaaien. Toen haar oudste zoon Brighton op 25-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval, stroomde haar huis vol jongeren. Ze hoorden zoveel positieve verhalen over hem, hoe hij iedereen hielp en jongeren bemoedigde iets van hun leven te maken. Hij was een rapper die luiers kocht voor tienermoeders. Ze zingt ook in zijn geest en helpt nu jongeren in de wijk zoals haar zoon dat deed. Tijdens de kijkrepetitie komen meerdere jongens langs en krijgen een Surinaams broodje met gehakt en zuurgoed. Joni vindt dat de jeugd in Feyenoord in de steek is gelaten. Het lukt ze niet om werk te vinden, zegt ze, omdat werkgevers hun achternaam niet kunnen uitspreken. Er is inmiddels een plein, een monument, een bokaal en een festival die alle de naam van haar zoon dragen. Tijdens de laatste editie van het festival stond Joni op het podium en sprak ze de menigte toe. God heeft me een zoon ontnomen, maar hij heeft me zoveel zonen en dochters teruggegeven. Daarna zong ze Amazing Grace en de kracht van haar stem bereikte hen allen. In het buurtcafé klinkt nu Oh Happy Day. Iedereen is gaan staan en zingt, swingt en klapt mee. Ook ik doe mijn best. Gospel is meedoen. Maar dat geldt ook voor het leven, voor de jongeren die Joni soms het rechte pad op zingt. Van gevangenis naar gezin, zoals het zelf noemt. Door het beregende raam zie ik een trein vertrekken vanaf het station. De trein rijdt door Zuid en de Heilige Geest gaat door Joni. Amen. Kom je erbij? Dus even geen applaus. Je mag, als je dat goed vindt, we hebben het net afgemeten, 1,5 meter. Welkom, Joni. Ja, dank je. Hoe was je dag? Heb je gezongen vandaag? Ik zing altijd. Ja? Onder de douche, als ik kook. En wat heb je vandaag gezongen? Wat ik zing? Ja. There are times we stand alone. Although we have done no wrong, oh Lord, my Lord, stands by me. Daar wordt de buurman wel heel blij van, denk ik. Weet ik niet. Nee? Voor wie zingen of is het voor jezelf? Gewoon zingen. Mm-hmm. Zingen maakt blij. Mm-hmm. Ja. Je bent in Suriname opgegroeid. Is de liefde voor zingen daar ontstaan? Ik ben in Suriname geboren. En mijn moeder, die was altijd tijdens wassen van kleren, koken, dan zong ze ook altijd. Mm-hmm. En in de feestdagen hadden we altijd Mahalia Jackson, de Golden Gate Boys. Ik ben opgegroeid. Mahalia Jackson, dat is de koningin van de gospel. Ja, ja, zeker. Wat maakt haar zo'n grote zangeres? Als kind wist ik dat niet, dat kwam pas later. Toen ik echt gospel ging, dat ik wilde weten de geschiedenis van black gospel. Het verschil tussen black gospel en de gospel van de witte mensen, zeg maar. Dus ik wilde weten de geschiedenis. En zo ben ik er ook achter gekomen. Ja, Mahalia is echt de queen of gospel. Ja. Hoe zou je je eigen stem omschrijven? Is het een ideale gospelstem? Nee, zo praat ik niet over mezelf. Mm-hmm. Nee. Ik weet niet, ik laat het over aan anderen. Ik weet dat ik kan zingen. Maar je geeft ook zangles? Ja, praktijkgerichte zangles geef ik. Wanneer heeft iemand een stem die bij gospel past? Of kun je daar zo niet over spreken? Mm-mm. Nee, het is zingen met je. Als je echt van zingen houdt, als je echt een artiest bent, ja, dan zing je gewoon met je hart, toch? Mm-hmm. Ja, dat je mensen wil. Je hebt een boodschap en die wil je overbrengen. Mm-hmm. De Heilige Geest, die door je stroomt, zoals Ivo dat zei. Van, voel je dat ook als je zingt? Ja, we zijn toch geschapen als geest, ziel en lichaam. Mm-hmm. En ik heb in die periode dat ik wereld zong, was het de ziel. Wat je voelt, wat je aanraakt. De Heilige Geest zie je niet, maar je ervaart het wel. Mm-hmm. En gisteren hebben we bijvoorbeeld gezongen in die fietstunnel bij het Centraal Station. Ja, prachtige galm. Ja, ja en
Ja, dan zie je, dan staan wij daar in die tunnel te zingen. En dan zie je al die mensen op de fiets. En die, halleluja. Ja, wat jammer. Heb je dat gewoon zo spontaan gedaan? Nee. Ik ben zangeres, dus ik zit bij een boekingskantoor. Dus, maar wie heeft je geboekt? De Nederlandse Spoorwegen? Nee, volgens mij... Het was niet Nederlandse Spoorwegen. Nee, via mijn boekingskantoor. En dan krijg ik zo'n aanbod van... Kan jij daar zijn? En dan ben ik er met mijn groep, met Ivo ook zeker. Mm-hmm. Ja. En wat doe je als er dan een scooter langskomt? Gewoon blijven zingen. Ja. Mooi. En ze aankijken, inderdaad, ze moeten meedoen. Mm-hmm. En zing je nog wel soulmuziek, zoals vroeger? Ik zing, soul is een stijl, hè? Mm-hmm. Dus dat zing ik, ja. Oké. Ik zing jazz, blues. Ja, ik heb een nummer, I Don't Sing the Blues No More, mm-hmm. van mijn eigen cd. En dat café waar ik was, het sociale café onder mm-hmm. de oranje boom, mm-hmm. is dat een beetje je tweede huis? Nog niet echt. Mm-hmm. We mogen bijvoorbeeld vanaf nu niet meer na 5. Tuurlijk. Hè, dus dan kan je nog niet echt die band... maar mm-hmm. het is wel dat ik dat wil gaan opbouwen natuurlijk. Mm-hmm. En het is wel... Ja, het is wel... Want het is al die jaren dat die jongeren bij mij thuis kwamen. Mm-hmm. Dan was het niet echt meer mijn huis, maar meer een... de deur stond open en iedereen kan... En ze kwamen naar je huis toe om die sfeer, of eigenlijk de legacy van je zoon, om daarover te praten. Ja. Mm-hmm. Ja, en dat vond ik ook wel heel bijzonder, want Brighton was mijn zoon. En ik maakte me eigenlijk altijd zorgen om hem, van die hiphop. Ik had daar niet echt wat mee. Ja, want dat vroeg ik me af. Ja. Gospel en rap, past dat bij elkaar? Ja, nu wel. Nu wel? Ja. Maar toen? We gaan zo praten, waarom wel bij elkaar? Wat vond je ervan dat je zoon zei, mama, ik wil rapper worden? Oh, ik dacht van, oh my god. Oh my god. Ja, oh my god. Maar toen dacht ik, nee. Ik zeg, oké, word een rapper, maar word een rapper met een boodschap. Ga rappen met je... En hoe reageerde Brighton erop? Ja, hij zei, ja mama, dat ga ik doen. Okay. Maar dat het zo zou uitkomen, dat had ik nooit verwacht. Want waarom is hij zo gedragen? En dat 17 jaar daarna, is er nog steeds een festival. Dat festival wordt steeds groter. Het Helderheid Festival. De Helderheid was de naam, waar is een artiestennaam, mm-hmm. waarmee die optrad. Ja, ja. Er wordt een bokaal uitgereikt ook. Mm-hmm, mm-hmm. Hoe kun je die bokaal winnen? De bokaal win je, we hebben een jury, hè? Dat zijn ook allemaal hiphoppers die mm-hmm. in de jury zitten. En als je meedoet met het Helderheid bokaal, er wordt niet gevloekt. Mm-hmm. Geen vrouw onvriendelijke teksten. En je gaat niet je naast de grond inboren. En zit jij zo ook in de jury met een... Absoluut niet. Maar kunnen die jongeren dat? Ik zeg dat tegen ze, als je echt een talent hebt, mm-hmm. je hebt echt die gave om... iets uit te brengen, mm-hmm. dan ga je er ook voor zitten. Dan ga je jouw probleem die jij uit wil brengen... dan ga je erover nadenken van hoe kan ik mensen bereiken... met wat ik in mijn bagage heb. En kun je het iets concreter maken? Een voorbeeld van welk verhaal vertellen ze dan? Waarmee als ze niet mogen vloeken, niet vrouwen voor... Ze mogen vloeken, mm-hmm. maar niet met het Helderheid bokaal. Mm-hmm. Dat bedoel ik, ja. Zoek een andere plek op. Maar, want ik wil ook dat iedereen welkom is. Mm-hmm. Ik wil ook dat de kinderen op het Helderheidplein komen. Want Breiten hield ook van kinderen. Mm-hmm. Hè, dus we hebben ook een gedeelte dat ingericht is voor kinderen. En mijn moeder was de oudste die daar op het plein liep. Mm-hmm. Dus ik bedoel, het is toch veel leuker als je echt een goed verhaal mm-hmm. vanuit het podium hoort... dat iemand pijn heeft of verdriet heeft... en dat op zo'n mooie manier kan vertellen. Kwetsbaar opstellen, dat kunnen ze ook dan. Ja. En je hebt een tijdje geleden heb je werkgevers uitgenodigd op dat Helderheidplein... en gekoppeld aan jongeren, vertelde je me. Ja. Wat is daar uitgekomen en waarom heb je dat georganiseerd? Get a job. Omdat, get a job? Get a job. Okay. Heel veel van die jongeren die werken niet, staan op straat. En ik heb dat ook moeten leren van... Hoe zit dat met die jongeren van de straat? He, daarom heb ik die Helderheid bokaal in het leven geroepen. Mm-hmm. Als artiest dacht ik van... misschien als we gaan organiseren... dat ik nog meer de diepte van de jongeren kan zien. Waarom staan jongens op de straat? En wat ik ook merkte van die jongeren is... die liefde die ze voor elkaar hebben.
ze noemen elkaar broer, mm-hmm. niffel, weet je wel, mm-hmm. dat soort... Wat betekent niffel? Neef. Oh, okay. En ik moest ook die straattaal gaan leren natuurlijk. En hoe ze elkaar omhelzen, weet je wel, dat ik dacht van wauw. En de mensen die denken dat zij het zo goed weten, die doen dat niet eens. Mm-hmm. Die praten niet eens zo met mm-hmm. elkaar. En deze doelgroep heeft mijn hart mm-hmm. gewoon... Ik heb hier in september, heb ik... moet hier iets dichterbij? Hebben we hier Fred Westerbeke in de talkshow gehad, politiechef. En die zat eigenlijk een beetje met zijn handen in het haar. Van, hij lukte al dat geweld met messen en met vuurwapens. En ze hebben toen ook geprobeerd door een mobiele politiepost om je kon je wapen inleveren. Heb jij een oplossing voor hem? Want niemand leverde ook zijn wapen in, geloof ik. Weet je dat probleem met die jongeren? Dat is afwijzing. Mm-hmm. Afwijzing. Mm-hmm. En in die 17 jaar dat ik bezig ben, wilde ik ook weten waarom. Mm-hmm. Waarom deed die jongeren op straat? Waarom? Want ik ga ook naar gevangenissen. Mm-hmm. Ik zing al 18 jaar in gevangenissen. En dan wilde ik ook weten van, hoe zit dat? Weet je wel. En overal waar je met ze praat, heeft het gewoon te maken. Ze zijn hier geboren en dan worden ze toch alsof ze hier niet mogen zijn. Mm-hmm. Hè, dat lijkt me ook verschrikkelijk als je hier geboren bent. Mm-hmm. Mijn zonen zijn ook hier geboren. Ik heb nu kleinkinderen. Ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn kleinkinderen nog steeds die stempel hebben van allochtoon. We wonen in een wijk waarvan ze zeggen van achterstandwijk. Alsof mm-hmm. allemaal achterlijke mensen daar wonen. Mm-hmm. De zwarte school, de witte school. Wat is dat voor benaming? Mm-hmm. Hè? Dus ik bedoel, als je wordt afgewezen, hè, dan ga je je eigen plekje zoeken. Mm-hmm. En dat kan soms heel negatief zijn. En wat zou je een burgemeester aan betalen willen meegeven? Hoe kunnen we dat doorbreken door dat patroon? Door deze jongeren te gaan leren kennen. Mm-hmm. Toen wij de opening hadden van die café. Mm-hmm. Toen kwam de wijkagent kwam kennis maken. Mm-hmm. En ik zei, kom binnen, wees welkom. Mm-hmm. Moet je een glaasje gemberbier en een broodje pom? Nou, hij wist niet wat dat was. Ik zeg, en dan wil jij in mijn wijk komen? Wil jij hier wijkagent zijn? Uh-huh. Als jij niet eens weet wat voor soort verschillende culturen hier mm-hmm. allemaal mm-hmm. wonen. Hij zei, ja, maar alles wat we hebben komt van bovenaf. Uh-huh. Ik zeg, nou, dan moet je met je commissaris of wie dan ook gaan praten. Dat als je in deze wijken iets wil betekenen, ja... Ik ben al 17 jaar bezig om een plek voor deze jongeren. Want ja, natuurlijk, mijn huis is te klein. Mm-hmm. Zelf dat café is te klein. Hè? En dan heb je bijvoorbeeld dat er een bedrijf... die had een idee om, als had een plek, een ruimte. Mm-hmm. Heb ik bijna 3 jaar aan tafel mee gezeten met verschillende mensen. En dan krijg ik een mailtje van, nou, mevrouw Meskiet... We gaan het toch niet doen. Mm. Eigenlijk moesten ze gewoon zeggen, joh, mevrouw Meskiet, we zien het toch niet zitten met die jongeren van de straat. Dat wordt toch niks. Mm. Maar dat zeiden ze niet. Op een laffe manier kreeg ik een En hoe houd je de moed in Feyenoord? Oh Lord, stand by me. Oh Lord, stand by me. Yeah. Zou je ermee willen afsluiten, een stukje zingen nog? Tuurlijk. Ja? Ja hoor. Kom je dan terug met je voltallige band als we weer publiek mogen? Ja, vind je dat leuk? Natuurlijk. Ja? Ik vind het altijd leuk om te zingen. Okay. Hoe krijg je, laatste vraag nog, Bas, in alle kracht. Hoe krijg je ze in gevangenissen eigenlijk op de been? Wordt daar geswingd en geklapt ook? Ja, zeker, zeker. Hoe lukt je dat? Door de jaren heen is het zo dat ik... Hoe ga ik mezelf opstellen naar deze mm-hmm. jongeren toe? En... Ik zeg tegen ze wanneer ik daar kom, dan zeg ik, luister, ik ben geen diva. Ik kom niet hier voor glitter en glamour. Ik kom als een moeder die gospel zingt. Mijn zoon heeft ook hier gezeten. Mm-hmm. Dus ik kom bij jullie omdat ik weet dat als ik me als een moeder opstel... dat je ook gelijk aan je eigen moeder denkt. En dan zing ik voor ze. En mm-hmm. na de zang dan komen ze naar me toe. Mm-hmm. Om met me te praten. En er zijn genoeg jongeren die uit de gevangenis gekomen zijn. En zich hebben ingeschreven bij de Helderheid Bokaal.
We hebben nu ook het Helderheidbokaal in Den Haag. Ook via een jongere die ik in de gevangenis heb ontmoet. Mooi, dat het zich uitspreekt. Ja. Ik ga heel even naar je luisteren en het publiek ook. Oké. Amazing grace. Oh, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, oh, but now I see. Praise God, praise God, praise God. Oh Lord, stand by me. Woo! Dankjewel, Joni. Dankjewel. Het is een schrale tijd, maar gelukkig zijn er nog een aantal events die voor 5 uur plaatsvinden of via een livestream zijn te bekijken. Hierbij onze tips voor deze donkere dagen. Je kunt aanstaande zaterdag volledig tot ontspanning komen in de Performance Bar. Spa La La is een wellness experience waarbij de bar omgetoverd wordt tot een bad. Met een backstage douche, vers fruit, drankjes en performances van onder andere Eloy, die iets met het thema Frozen gaat doen, en een vaak blote Imke Zijnstra. Kom in zwembroek of badpak als je dat wil. Laten we kijken naar hoe zo'n middag er ongeveer uit gaat zien. Je kunt dan voedsel. We hebben het allemaal nodig. Maar hoe kunnen we de wereldbevolking duurzaam blijven voeden? Hierover vertelt wetenschapper en schrijver Louise Fresco in Guiding Voices. Centraal in deze livestream-editie staat haar nieuwe roman De Plantenjager uit Leningrad. Hierin komen we alles te weten over de Russische botanicus Nikolai Vavilov, die Fresco naast Mendel en Darwin plaatst. Vavilov wijdt zijn hele leven aan het jagen op planten en zaden om de Russische bevolking te kunnen voeden, maar komt tegenover Stalin te staan. Wetenschap versus politiek, wat kunnen we daar nu nog van leren? Dinsdag 7 december is er weer een editie van Kunstkoppels in de Kunsthal. Een soort blind date voor kunstliefhebbers, maar dan wel platonisch. Je ontmoet iemand die helemaal nieuw voor jou is. Iemand van een andere generatie, achtergrond of leefwijze. Zo zie je kunst ook eens door de ogen van een ander. Tijdens deze editie ga je samen naar de tentoonstelling Magnetisch Noorden van het Canadese kunstenaarscollectief Group of Seven. Ook is er de mogelijkheid om bij de schilderijen de interpretaties van de oorspronkelijke bewoners van Canada te bekijken en te beluisteren. Daar moet wel een interessant gesprek uit komen. Waan je even ergens anders met muziek, spoken word en acts van over de hele wereld. Werelds Delfshaven is terug. Deze keer in Grounds met optredens van onder andere de showband Oud Matenesse, het Kaapverdiaanse Grupo Flores das Ilhas en dansgroep Java Mix. De organisatie noemt het cultuur als boosterprik. Cinema culinair gaat verder als takeaway. Vanaf je eigen bank kun je kijken naar een film en tegelijk genieten van het verrukkelijke eten dat je ziet. Je haalt 's middags een 7-gangen diner af bij Beurt en streamt 's avonds thuis de film. Op 11 december staat de culinaire filmclassic Burnt op het affiche. Laten we kijken naar een fragment uit de trailer. 3 years without a word. What do you want? I want to make my kitchen the best in the world. Service! Hey, chef! Cook. He doesn't know how good she is. I need you to come with me. Arrogant prick. Well, he's a chef. Resume's great. This lamb's fantastic. Would you work for me? Yeah. Would you work for me for nothing? Yeah, absolutely. You have a spare bedroom? Are you sure he's famous? He's a 2-star Michelin chef. To get even 1 Michelin star, you have to be like
Luke Skywalker. You have a nice dress. I gotta go to this party, and you're the only girl that I know, so. If you manage to get three, you're Yoda. Pretend you're my girlfriend. If I was your girlfriend, you'd probably hold my arm. No, if you were my girlfriend, we would have gotten an argument in the taxi. We wouldn't even be talking. What if he's Darth Vader? I want to make amends for Paris. Sold my soul to the calling. What happened to Paris? I tried to control everything. Cooking is an expression of who we are. We should be dealing in culinary orgasms. Remind me never, ever to discuss food with you in public. Het ziet er allemaal heel ingewikkeld uit, maar volgens de website van Bird hoef je alleen nog de finishing touch te doen. Het is weer die tijd van het jaar. De kerstmarkten komen eraan. Altijd al honing rechtstreeks van de imker willen proeven of kraakvers kerstgroen uit een botanische tuin in huis willen hebben. Op 10, 11 en 12 december kun je alvast in de kerstvieren komen op kerstmarkt Trompenburg. Er is uiteraard ook voorzien in glühwein en erwtensoep. Datzelfde weekend op 11 en 12 december organiseert Oase Rotterdam een duurzame kerstmarkt. Naast bijzondere en lokale producten kun je er een kerstboompje aanschaffen dat na de feestdagen het eeuwige leven krijgt in het bos. Als dat niet bij de kerstgedachte past, dan weet ik het ook niet meer. Doe uw voordeel mee, ga erop uit of bekijk een livestream. Fijn dat u nog steeds kijkt. Het Wijkpaleis in Rotterdam-West biedt al 6 jaar ruimte aan ontmoetingen, aanschuifmaaltijden, toneel- en filmvoorstellingen, textielrepaircafés en wijkbijeenkomsten. Ook zijn er ateliers en een studio voor jongeren die zich willen ontwikkelen. Dit najaar wil het Wijkpaleis hun pand op de Klaas de Vriezelaan kopen. Een succesvolle crowdlendingcampagne resulteerde al in meer dan €500.000. Buurtkok Fatma Bagelou en initiatiefnemer Marieke Hille vertellen over het belang van de plek en waarom ze een stukje Rotterdam van de vastgoedmarkt willen halen. Welkom. Hallo. Kijk, mooie buttons. Schuif een beetje naar voren, alsjeblieft. Anders wordt het lastig met de microfoon. Of vind je dat ik te dichtbij zit? Nee hoor. Oh, oké, gelukkig. Fatma, mijn eerste vraag aan jou. 6 jaar geleden ben je bij het Wijkpaleis gekomen. Wat trok ik je aan deze plek? Gezelligheid. Mm-hmm. En gastvrijheid. En wat ben je er gaan doen? Eerst de kat uit de boom kijken. Mm-hmm. En daarna ben ik gaan koken. En wat ben je gaan koken? Eten. Van verschillende culturen. Mm-hmm. Want ik weet, eten brengt mensen bij elkaar. Mm-hmm. En daardoor ben ik naar Wijkpaleis gekomen. En voor wie kook je dan? Voor verschillende mensen. Allemaal uit de wijk? Allemaal uit de wijk. En 1 persoon is helemaal uit Denemarken gekomen. Voor het eten, voor jou of voor het Wijkpaleis? Moet je even uitleggen. Eigenlijk voor allebei, hoor. Allebei? Ja, absoluut. En is hij weer teruggegaan naar Denemarken? Ja, met de trein. Met de trein? Dat was wel grappig. Zeg, mevrouw, ik kom uit Denemarken. Ik zeg, echt waar? Zeg, we willen jullie zien. Gewoon persoonlijk zien en het eten proeven. Mm-hmm. Oh, we waren zo blij. En wat is het succes van de plek? Dat verschillende culturen komen. Mm-hmm. En ze voelen zich gewoon thuis. Mm-hmm. Ja. Marieke, het Wijkpaleis is niet onder 1 noemer te scharen. Nee. Het heeft vele functies. Wie maken er gebruik van allemaal? Ja, dat, precies dat. Het is heel verschillend. Er zit op de bovenste verdieping zit Maria Basisschool, die heeft daar een dependance. Mm-hmm. En daar krijgen kinderen les dan? Daar krijgen kinderen les. Mm-hmm. En de Maria Basisschool is een lekker fit school. Dus ze moeten elke dag de trap oprennen om boven te komen. Okay. Maar dan hebben ze ook prachtig uitzicht over mm-hmm. Rotterdam. En dan hebben we 2 verdiepingen met werkplaatsen van makende ondernemers. Dus van een kostuummaker tot een filmmaker tot een constructeur. Allemaal wel verbonden aan Rotterdam-West. Mm-hmm. En die huren daar hun werkplaats, maar doen ook allemaal iets terug. Voor dit deel van de stad. En wat is iets terug doen? Nou, dat kan een textiel repaircafé zijn. Of dat kan filmavonden organiseren. Mm-hmm. Of een muzikaal spreekuur houden. Eigenlijk dingen waarvan we met elkaar het idee hebben dat dat betekenis kan hebben mm-hmm. voor mensen. Mm-hmm. En dan op de begane grond hebben we een soort dorpszaal in de stad. Een dorpszaal, wauw. Ja. Ja. Het was 1 iemand die zei, als je zo'n plek gaat maken, dan moet je een dorpszaal hebben. Dus en wat gebeurt daar?
Ja, dat kan zijn dat een groep mensen gaat overleggen over de Klaas de Vrieslaan die heringericht moet worden. Tot filmavonden, tot iemand die een theatervoorstelling heeft gemaakt en dat wil laten zien. En kan iedereen naar binnen stappen, Fatma? Iedereen. Ook als je uit bijvoorbeeld Ommart komt? Maakt niet uit. Je hoeft niet uit Wessen. Wie je ook bent. Je bent van harte welkom in het Wijkpaleis. Kijk, mooi. Ja, echt waar. In 2019 zaten jullie op de Eerste Middellandstraat in een groot pand. Ja. We hebben het hier in beeld gebracht. Dat werd toen verkocht aan een vastgoedontwikkelaar. Maar jullie hadden ook een bod uitgebracht. Waarom is het jullie bod niet geworden? Nou ja, er werd gevraagd om een beste plan voor de wijk. En daar scoorden we ook heel goed op. Alleen daar werden geen punten aan gegeven. Dus uiteindelijk werden we... Hoe bedoel je? Er werd gevraagd om een beste plan voor de wijk, maar het werd... Maar dat is voor de gemeente toch heel spannend. Dus dan hebben ze een aanbesteding en dan geven ze aan allerlei onderdelen punten. Ja. Nou ja, en dat precies dat stukje, daar gaven ze geen punten aan. Mm. Dus we wisten eigenlijk al, we staan 1-0 achter bij het begin. Maar we zijn toch mee gaan doen. En dat leidde er eigenlijk toe... Dat toen we in plaats van, nou ja, tussen de 13 partijen werden we derde. Mm-hmm. En toen had de gemeenteraad toch zoiets van, hey, is jammer, het is toch niet gelukt. En we wilden eigenlijk een soort beste plan voor de wijk, maar het is niet gelukt. En deze mensen zijn derde geworden. Laten we ze een soort tweede kans geven. Dus toen werd er in de gemeenteraad een motie aangenomen. Er moet samen met het Wijkpaleis een nieuwe plek worden gevonden. Mm-hmm. En toen hadden we als bewoners eigenlijk een soort stapje voor. Want wij wisten, denk ik net iets eerder dan vastgoed, dat de Elootschool op zou houden te bestaan. Mm-hmm. En, dat is het pand op de Klaas Vrieslaan waar jullie nu zitten. Ja, dat is het pand op de Klaas Vrieslaan. Ja. En toen hebben we, eigenlijk mochten we daar toen een plan voor gaan ontwikkelen. Daar gaan we zo over praten. Ja, ik wil nog één stapje terug. In juni 2020 stond er een open brief in NRC Handelsblad. Verkoop bij opbod maakt de stad kapot. Je hebt toen met een groep van, ik geloof wel 20 maatschappelijke partijen in de stad, deze brief geschreven. Eigenlijk dat de wijze waarop het vastgoed, gemeentelijke vastgoed wordt verkocht, dat de stad niks brengt. Of sterker nog, de stad zelfs de structuren kapot maakt. Want welke verkoopstrategie hanteert Rotterdam in dit soort gevallen? Nog steeds wel het hoogste bod over het algemeen. En wat je daarvoor terugkrijgt, Teun van den Ende die heeft net op Vers Beton ook een heel mooi onderzoek gedaan. Waarin hij laat zien dat eigenlijk heel veel van dat maatschappelijk vastgoed wordt uiteindelijk getransformeerd tot woningen die we ook heel hard nodig hebben. Mm-hmm. Alleen, ik denk, in een stad heb je ook ruimte nodig. Gewoon ruimte waar mensen dingen kunnen doen. En dat is ook wel iets wat we met het Wijkpaleis heel erg hebben gemerkt. We hebben het in 2015 geopend en eigenlijk zijn we nooit meer dichtgegaan. Terwijl we zelf zoiets hadden van, we doen het Wijkpaleis in de winter en in de zomer single dingen. Maar de vragen van mensen... Mensen hebben altijd ideeën en plannen. Mm-hmm. En voor die ideeën en plannen hebben ze ruimte nodig. Want de gemeente, Fatma, die zegt ook eigenlijk, per wijk is er maar één buurtplek nodig. Dat wordt het nieuw Rotterdamse welzijn, wordt er genoemd. Is dat zo? Heeft West maar behoefte aan één plek? Of hebben buurten? Nee. Ik denk, weet je, in alle buurt moet zo'n wijkpaleis komen. Mm-hmm. En als dat niet lukt, dan moet in hele land, in alle steden, moet zo'n wijkpaleis komen. Want wat zie je gebeuren bij de bewoners? Weet of de gebruik, wat gebeurt er met hen als ze daar komen? Weet je, als ze binnenkomen, je kan komen gewoon stiekem kijken hoe blij ze binnen instappen. Mm-hmm. Hoe blij ze uitstappen. Uh-huh. En hoe komt dat? Door gastvrijheid. Mm-hmm. En maakt niet wie je ook bent. Mm-hmm. Als ze binnenkomen, vragen we gelijk koffie, thee of water. Mm-hmm. Dat is gewoon gastvrijheid. Mm-hmm. Ja, en zo'n huis moet echt in alle buurt komen. Mm-hmm. Ja. Want als je verveelt, als ik me verveel, ik ben nu met pensioen, is mijn wijkpaleis. Mm-hmm. En hoe vaak ben je er te vinden? Ik ben elke dag daar. Elke dag. 7 dagen per week? 7 dagen per week. Maar als er een bad zou daar zijn en een hangmat,
zou ik daar slapen. En er was in het Oude Wijkpaleis was er een hangmat. Ja. Maar dat moeten we nog eventjes... Wat is er gebeurd eigenlijk met het pand dat toen, waar jullie mis hebben begrepen? Nou ja, daar zijn ze nu aan het... Eindelijk zijn ze daar nu ook aan het verbouwen. En daar komen woningen voor oudere mensen. Mm-hmm. En er komt een gezondheidspraktijk. Dus dat heeft ook wel degelijk een... gaat het een goede invulling krijgen. Mm. Dus daar, jullie willen jullie pand op de Klaas de Vrieselaan kopen. Waarom wil je daar eigenaar van worden? Want jij hebt ook obligaties gekocht. Ja, luister dan. Zeker. Ja. Als je je eigen huis hebt, ja? Dat is toch het beste? Ik weet het niet. Daar hoeft niemand te bemoeien. Oké, is het om de bemoeienis? Nou, het is meer... Ik zou het andersom draaien. Namelijk niet zozeer de bemoeienis als wel dat je het zelf kan doen. Dus dat je zelf kan zeggen... Kijk, de gemeente zegt van, oké, wij willen ook het onderhoud voor jullie doen en we willen dat allemaal voor jullie doen, maar dan ga je deze rekening betalen. Mm-hmm. En vervolgens kunnen we niks zeggen over verduurzaming of over andere zaken. Mm-hmm. En de huur gaat omhoog misschien? Precies. En op het moment dat we het met elkaar bezitten, dus als wijk of als Rotterdam-West met elkaar bezitten, dan kunnen wij zeggen van, oké, dit vinden we belangrijk, dit willen we daaraan doen, mm-hmm. hier gaan we in investeren. En op een gegeven moment heb je dat gebouw ook in handen. En als we het hebben afbetaald, en we verhuren het nog steeds, kun je ook geld gaan verdienen wat je weer in projecten in de wijk kan gaan steken. Dus het wordt een soort... veel duurzamer. Het wordt een gereedschap voor de wijk. Het wordt iets wat ze kunnen gebruiken. Jullie zijn op 1 oktober begonnen volgens mij, toch? Ja. En het streefbedrag was 250.000 euro. Jullie zitten nu, de laatste stand, volgens mij 600.000, toch? En meer. 663.000. Ongelooflijk. En we begonnen met 233.000. Maar toen we voelden, het is een beetje een soort van, je voelt dat er een soort golf is. Dat mensen dit begrijpen en dat ze zoiets hebben van, ja, dit moeten we doen met elkaar. En toen hebben we gezegd van, oké, lenen van de mensen uit de wijk is echt vele malen leuker. Dat voel je dan ook echt. Je leent het geld en ze krijgen dan het geld terug. Ze krijgen het terug, het zijn obligaties. Dus iedereen krijgt het terug. En lenen van mensen is echt zoveel leuker dan van de bank. Dat we zoiets hebben van, ja, maar laten we dan proberen om in ieder geval tot die 626 te komen. Want dan hoeven we echt veel minder van de bank te lenen. Namelijk minder dan 5 ton, dan komen we in betere dingen uit. Uh-huh. En dat is heel goed gegaan. Dus nu zitten we op iets van 663. En we blijven open. En tot wanneer? Ja, tot eind december. Als mensen thuis denken, waar moeten ze naartoe? Obligatieplan.nl/wijkpaleis of gewoon naar de website van wijkpaleis.nl. Je hebt twee obligaties zonder rente. Dat wordt de barra-obligatie genoemd, toch? Of heb ik dat verkeerd gelezen? Ja, nee, ik zal het even uitleggen. Ja. Hebben een speciale obligatie zonder rente. Op verzoek van Fatma. En Fatma kan waanzinnig lekker barra's maken. Als je ooit de goede barra wil proeven, dan moet je lekker naar het Wijkpaleis komen. Ik kom zeker langs. Wanneer? Ja. Welke dag? Gisteren had ik langs moeten komen. Ja, maar mensen hebben nog te goed, hoor. Maar volgende week woensdag doen we weer feestbarra's, toch? Ja. Ja? Je bent van harte wel. Ja. Ik ben er. Ja, ja, zeker. Maar, ja? Maar goed, toen hadden we dus speciaal de barra-obligatie gemaakt voor Fatma. En toen zei ze van, ik ga obligaties kopen voor mijn kleinzoons. En dat heeft ze gedaan, maar toen zei ze, ja, maar ik wil voor dat bedrag. Dus nu hebben we afgesproken dat ze voor dat bedrag en dat ze dan toch geen rente. Dus de rente geeft ze aan het Wijkpaleis. Oké. Mooi. Dat is nou de afspraak geworden. Is het een lastige tijd, corona? Want het lijkt me met zo'n plek, wat kan wel, wat kan niet? Laten we beginnen met wat er wel nog kan. Heel veel. Nou, ik vind het wel een beetje jammer. Want als we aanschuifmaaltijd hebben, dan komen heel veel verschillende mensen aan tafel. Mm-hmm. En nu moeten ze komen afhalen. Dus nu hebben ze geen contact. Mm-hmm. En dat vind ik zo jammer. Mm-hmm. Ja. Want die mist die mist die. De gesprekken, ontmoeten. Ja, en weet je, ze hebben echt behoefte om te praten. Mm-hmm. Ja, maar jij bent een beetje de linking pin. Want mensen komen en dan vertel jij weer iets verder over die. En die heeft gezegd dat. Zo. Dus ik ga naar mijn klanten toe, hoor. Ik vraag ze, hebben jullie goed gegeten? Heb je naar je zin? Heb je wat nodig? Koningin van het Wijkpaleis. Wil je een obligatie kopen? Ah, oké. Ja, ja. Hoeveel obligaties heb je al verkocht? Nou, ik weet echt niet meer, maar ik heb toch wel mensen gemotiveerd. Ja. Mooi. Maar weet je, die obligatie, die barra-obligatie, die is zo klein geschreven. En ik moet enkel drukken. Ik zei, hè, wat staat hier? Maar ze hadden wel erover gesproken. Oh. Maar ik zeg, hè, barra-obligatie, wat is dat nou?
Dus wat maar was dat was wel lachen. Mooi. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken en succes wensen. En tot woensdag bij de Barra's. Ja, zeker. Dank je wel. Ja, en succes. Ja, dank je wel. Heb je al obligaties gekocht? Nee. Dan, oh, kijk. Ik ben woensdag een Barra en dan ga ik al obligaties kopen. Dan krijg je nu. Kijk. Krijg je bij deze. Alvast mijn butter. Ja. Oh, wat kost dat, een obligatie? Ja, zeker. Ja, wat kost het? Ja? Wat kost het? Je mag zelf bepalen. Oké. Okay. Ja? Komen we uit. Kom helemaal uit liefde moet je geven. Het is sowieso een avond met liefde. De Rotterdamse post-punkband Tramhouse is vernoemd naar het legendarische oude tramhuis op het Eendrachtsplein. Tegenwoordig Tramhuis Dunner Kebab Rotterdam genoemd. De band is een perfect visitekaartje voor de stad. Rauw, industrieel en een nachtmerrie van iedere gladde citymarketeer. Luister naar een stevige dosis systeemkritiek, aangezet met noisy gitaren en op zwepende drums. Laat je van je bank blazen. Kom maar op, jongens. Door Tramhouse. Woe! One in the back, but it happens. It's not allowed to drive real fast, but it happens. It's not allowed to stab each other in the chest, but it happens. Yeah, it used to be worse, but still it happens. Rotterdam, make it happen. Ha, 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 ha. The Wild West. It's not allowed to drive on nitro oxide, but it happens. It's not allowed to stalk someone through the night, but it happens. It's not allowed to leave someone on the roadside, but it happens. Yeah, it used to be worse, but still it happens. Rotterdam, make it happen!
Afgelopen zaterdag verscheen De Jongen die van de Heft ook. Historicus en filosoof Sybe Tisse raakte gefascineerd door darmschraper Lou Vlasblom, die in 1933 van 67 meter hoogte in de Koningshaven sprong. Vlasblom werd een held in het vooroorlogse Rotterdam, maar maakte hij daadwerkelijk twee salto's al volgens rechtstandig in het water terecht te komen? Waar ligt de scheidslijn tussen werkelijkheid en fictie in deze stadsmythe? Geef Sybe Tisse een warm welkom vanuit uw woonkamer. Hallo. Hallo Sybe. Hey. Afgelopen zaterdag verschenen, vers van de pers. Ja, inderdaad. Ik vind het een prachtige omslag. Ja, een fantastische omslag, gemaakt door Jan Houdijk. Alsof het een avonturenroman is. Is het dat ook? Ja, vind ik wel. Het is echt een, het is echt een avonturenroman over Rotterdam. Het speelt zich af in Rotterdam, in de jaren 30. En als je in die tijd een boek maakte, een avonturenroman, dan zag het er zo uit. Laten we beginnen bij Lou. Lau. Ik spreek het verkeerd. Lau Vlasblom. Ja, het is kort voor Laurens. Hij heette eigenlijk Laurens Cornelis, maar Kijk. Hij werd Lau genoemd. Oké. Okay. Nee, hij was darmschraper. Wat doe je dan? Echt darmen uithalen? Hij heeft heel veel beroepen gedaan. Maar op dat moment dat hij die sprong maakte, was hij darmschrapper. Of darmenschraper inderdaad. En, in Krooswijk in het abattoir. Dus dat was een heel nobel beroep in die tijd. Hè, waar veel jongens en meisjes werkten. Op jonge leeftijd kon je er al aan de bak. En dat was inderdaad de darmen van runderen, van varkens, van konijnen. Van alles eigenlijk, klein, groot, werd naar de darmwasserij gebracht. Dan spoelde je ze, je keerde ze binnen te buiten. Je haalde al die rotzooi eruit. Die kon je weer verkopen als mest. Hè. Allerlei dierlijke resten die werden op de grond uitgesmeerd. Dat werd weer verkocht als... Er kwamen maden in en dat werd verkocht als visvoer. Wow. Maar de darmen die kon je gewoon verkopen. Hè, schoongemaakt, schoongewassen en wel. En er werden worsten van gemaakt of snaren van tennisrackets. En hij kwam, las ik, uit een duikersfamilie. Zijn moeder kwam uit is een spengler. Ja, ik kwam in Rotterdam en duiken... Kon ik niet zo goed bijeenbrengen? Ja, dat kan ik me heel goed indenken. Kijk, dat vind ik ook het mooie van dit verhaal. Het is een avontuur, het hoort bij Rotterdam. Het is Krooswijk. Krooswijk is een migrantenstad. Zijn vader en zijn moeder waren allebei eerste generatie Rotterdammers. Die kwamen uit... Zijn vaders familie kwam uit Beierland. Zijn moeders familie uit Ouddorp. En daar kwamen toen de migranten vandaan? Ja, daar kwamen er veel vandaan. Ja. En die trokken aan het einde van de 19e eeuw naar de grote stad, naar Rotterdam. En dan kwam je vaak in Krooswijk terecht. En zijn moeder was een sperling. En ik wist eerst ook niet wat dat was. En dan duik je erin. En dan blijkt dat, voor de oorlog gewoon... Dat was een magische naam. Iedere Rotterdammer kende de naam Sperling. Waarom? Dat lag op ieders lippen. Nou, dat waren duikers. Hè? Dus je had het bedrijf van Tak. Van Willem en Arend Tak. Later Smit Tak. Het grote bedrijf. Maar dat bedrijf verdiende zijn kapitaal dankzij... Al die sperlings, dat waren duikers. Er zijn meer dan 30, 40. Wat deden ze dan? Nou, dat waren die jongens. Je kent die oude, die grote koperen helmen. Die enorme pakken met lood aan je schoenen. Ja. En als er een schip gezonken was, of er was een schip op zee kapotgeslagen en er zaten schipbreukelingen op, dan voeren de sperlings uit. En die haalden een vracht van de bodem. Of ze takelden een schip op, of ze haalden schipbreukelingen aan wal. Nou, dat was een hartstikke mooi beroep natuurlijk. Er zijn er ook veel overleden. Dus sperling, dat hoort echt bij een havenstad. Dat hoort bij reders, dat hoort bij boten, dat hoort bij schepen. En zijn moeder was er eentje. En hij keek op naar Aad van Welsenus. Dat was de stadsduiker van Katendrecht. Was dat? Ja, klopt. Dat waren, er waren heel veel jongens die doken. Dat is vanaf. Ik heb voor jou ook wel eens een foto gezien dat je van de Zuigmolenbrug duikt. Oh ja, een tijdje geleden. Is dat een tijdje geleden? Oké. Okay. Maar dat was in de 19e eeuw werd dat ook al gedaan. Dus er is altijd... Ja, maar die zijn niet zo hoog, hè? Ik spring tot max 5, 6 meter. Dat is zo. Er is altijd van bruggen gedoken en van bruggen gesprongen en van hijskraantjes gedoken. Maar het was in Rotterdam toen heel populair. Maar het is in de jaren 20 ongeveer, de jaren 10, 20, is het populair geworden. Is het een sport geworden. Dus echt. Hoe bedoel je een sport? Dat betekende dat je daarvoor trainde. Okay. Dus je ging steeds hoger. Je ging daarvoor trainen. En die Aad van Welsenus die jij noemde, dat was eigenlijk de eerste beroemde hoogduiker in Rotterdam. Die steeds hoger ging. Hè. Die is ook van scheepsplechten gesprongen. Hij is van hijskraantjes gesprongen. Hij is op een gegeven moment ook... Gevaarlijke sport lijkt me ook. Ja, zeker. Want als je ziet de kranten in die tijd, als je die leest... Met name in Zweden en Amerika. Ja, de helft valt dood. Hè. Van de Brooklyn Bridge viel er iedere maand wel iemand dood. Die probeerde ook een record te vestigen. Dus het was ook levensgevaarlijk. En ook die Aad van Welsenus, die eerste Rotterdamse grote buggerspringer.
die ook het Polygoonjournaal haalde met zijn sprong van 30 meter vanaf de Maasbrug. Prachtig, daar moet je een keer naar kijken. Okay. Het is jammer dat we dat filmpje hier niet kunnen laten zien. En dan zie je hem ook in het wit gekleed, dat hij dan klaar gaat staan en dan die duik maakt. Maar wat het filmpje niet laat zien, is dat hij zijn arm breekt op het water. Ja, dus het is ook iets waar je makkelijk wilde die dat record verbreken? Was dat zijn doel? Ja, dat wilde die doen. En dat kwam in 1932 kwam dat springen in een stroomversnelling. Hè. Dus eerst ging Van Welsenus, die dacht ik ga van 30 meter. De Maasbrug af, bijna 30 meter. Een week later had je Jacob van Holst, ook een bekende jonge Rotterdammer, die zich daar ook mee bezig hield. Heel leuk, ik heb nu de kinderen van Holst achter me aan door dat boek, hè, die dit ook weer fantastisch vinden. En die sprong van een kolentip op Katendrecht. Een kolentip is een hijskraan? Een kolentip is een, zo'n hijsconstructie waarmee je een hele treinwagon kooks kunt optillen. En dan kunt kantelen tot boven het ruim van een schip om daar die kooks naartoe te storten. Ja. Hè, want je moet denken, je moet aan het water staan. Mm-hmm. Je kan niet zomaar zeggen, ik pak een dak. Dus je moet echt aan het water. Dus dat zijn ook leuke objecten. En die kolentip was, hoe hoog was die? Die was 33 meter, dus die ging daar nog een keer overheen. En als je dan ook de kranten leest, dan zie je ook hoe ontzettend... Kijk, die jongens zagen zichzelf als topsporters. Het waren niet zomaar... ze trainden echt daarvoor. Uh-huh. Maar als je ziet hoe amateuristisch het gaat, die jongen van de kolentip ook. Hè, ze moesten dan... hij kwam boven en dan zag hij dat hij geen afzet... plek had. En er staan 300 man te kijken beneden. Ja, dus dat moet je wel. Dus hij terug naar beneden met zijn vrienden overleggen. Hebben ze een plank naar boven gesjouwd. Maar konden ze die plank niet bevestigen. Toen hebben ze al die andere jongens ook naar boven. Die zijn op het uiteinde van die plank gaan staan. Jezus. Dat het goed gaat. Ja, en het heeft alle voorpagina's van de kranten gehaald. De Telegraaf, het Volk, Voorwaarts. Overal zie je dus die enorme sprong van die kolentip. Maar Lau, die ging zonder rugbaarheid eraan geven, ging je die sprong. Alleen één vriend stond beneden. Ja, hij is met één vriend daar naartoe gereden. En kort daarop, Lau noteerde dat ook. Die zag dat ook. Die was daarbij bij die Van Holst. Mm-hmm. En die wist, ik moet over die 33 meter heen. Mm-hmm. En hij dacht, ik pak de hef. En het maakte hem niet uit dat het was op 14 januari, ijskoude dag lijkt me. Ijskoud. Maakte hem geen bal uit. Hij was een sperling. Okay. Hè, die jongens die, geen van de kwast. Het maakte ze geen bal uit. Hij heeft ook altijd gezegd, ja, koud, het maakt niet uit, dan kan je zelf op kleden. Okay. Dikke jas aan, trui erover, nog eens een dingetje. En dat deed hij ook heel vaak. Hij ging ook het Kralingse Bos, de Kralingse Plas. Ja, zwom hij vaak. Smeerde hij zich in met vet en dan ging hij de Kralingse Bos. Jij hebt die dag gereconstrueerd en ook die sprong en hij staat daar. En voordat hij duikt of springt, een van de twee, want steekt hij een sigaretje op, een piraatje. Een piraatje, ja. Ja, hoe weet je dat? Nou, er zijn ontzettend veel kranten toen die sprong gemaakt werd en hij die bekeuring heeft gehad. Hè, hij is door een agent uit het water getrokken, bekeuring gehad, met zijn vrienden hem op de schouders gehezen. Mm-hmm. En dat kleine berichtje groeide uit dat op een gegeven moment iedereen denkt, dit kan toch helemaal niet, je kan toch niet van 70 meter af. Ja. Dus al die journalisten gingen schrijven en gingen onderzoek doen. Dus die zijn allemaal mensen gaan interviewen die aanwezig zijn geweest op het politiebureau, aan het water. En zo hebben we dat helemaal kunnen reconstrueren. Dus als je de verschillende kranten leest uit die tijd, kan je het hele verhaal reconstrueren. En op allerlei punten heeft Lau dat ook zelf nog toegelicht. Hè? Dan vroegen ze ook van... Want hij heeft ook nog eens twee salto's gemaakt. Ja, gaan we zo over praten? Had hij een zwembroek aan, vroeg ik me af. Ja, hij had een zwembroek aan. En ik neem ook wel eens een sprong en dan is mijn zwembroek zeg maar... op een andere plek dan waar die moet zijn. Nee, hij heeft een zwempak aangetrokken. Dus ik denk zelfs dat het met een bovenstukje ook was. Daar heeft hij een lange broek over aangetrokken. Daar heeft hij een overhemd over gedaan. Uh-huh. Daar een trui over. Wow. En dan nog waarschijnlijk een ketelpak. Dat is toch wel het... dus dat had hij allemaal. En een grote jas, want het is ijskoud. Uh-huh. Het voor die dag. Twee salto's zou die hebben gemaakt. Ja. De natuurkundige... hebben berekend dat 70 meter, de versnelling die je maakt... je gaat op een gegeven moment 135 kilometer per uur... dat het bijna onmogelijk is. Ja, dat klopt. Dat staat er in de kranten. Hè? Ja. Dat is eigenlijk ook later nog, toen die in de jaren 50... nog één keer werd teruggegrepen op die beroemde daad. Meteen een ingezonden brief van een of andere natuurkundige in de krant... die met een rekenmachine had uitgerekend dat het van zijn leven niet kon. Maar dat is allemaal gelul. Lau blijft erbij dat hij dat kon maken en dat hij dat gedaan heeft. Zijn dochter is er ook... heilig van overtuigd dat hij die salto's gemaakt heeft. Ja, maar je dochter heeft er niet bij gestaan. Is dit boek... want je bent historicus. Heb je het in vraag gesteld? Van misschien is hij wel van iets lager gesprongen. Ja, dat is allemaal mogelijk. Wat denk je? Ik denk dat hij het gedaan heeft. En waarom? Nou, dat heeft ermee... Ja, waarom is dat? Omdat de jongens die voor hem sprongen...
qua media-geniekheid vele malen groter en beroemder waren dan Lau Vastboom. Mm-hmm. Aad van Welzenis was een gigant. Mm-hmm. En, echt een gigant. Ja, ja. Hè? En die jongen die kwam ook, hij werkte bij de Raad van de Arbeid. Hij was rechtsbuiten bij Xerxes. Mm-hmm. Hij was een beroemd scheidsrechter. Hij heeft internationale wedstrijden gefloten. Uh-huh. Een sportman, puur sang. Media-geniek, zeg ik al. Hè? In het Bioscoopjournaal is die geweest. Maar die jongens zijn allemaal vergeten. Het is Lau Vlasbom, die we nog allemaal kennen. Maar hij gaf er geen rugbaarheid aan. Nee, het ging hem puur om de prestatie. Dat heb ik ook nog aan zijn dochter, aan zijn kleindochter gevraagd. Hij zegt, het was een sportman. Puur een sportman. Mm-hmm. Hij heeft altijd getraind, van kinds af aan. En dat zei zijn moeder ook. Iedereen was ook trots op hem, dat hij zo waanzinnig goed kon zwemmen. Lang onder water kon blijven. Overal vanaf dook. Dus hij kon dat. En hij is ook een geweldig schoonspringer. Maar hij sprong een wereldrecord. Of dat nou met twee of zonder. En staat het in het Guinness Book of Records? Nee, het staat er niet in. En waarom niet? Het is ook, omdat het gewoon niet, er is geen filmpje van. Hè? Okay. Maar toch is het bekend dat hij dat gedaan heeft. En wat ik er nog even over wil zeggen, kijk, waarom ik erin geloof, is niet alleen omdat hij het zelf vertelt en ook vaak verteld heeft, maar je moet ook naar de filmpjes kijken. Er zijn twee korte interviews met hem in de jaren 70 gedaan, geloof ik, waarin hij vertelt over die sprong. En dan zie je gewoon dat hij hem echt gemaakt heeft. Mm-hmm. Ik geloof het. Mm-hmm. Maar wat ook belangrijk is, kijk, Aad van Welzen zat overal bij. Die was ook bij Van Holst. Die was ook bij... Mm-hmm. En die kende iedereen in de stad. Iedereen kende Aad van Welzen. Mm-hmm. En die heeft hem gefetteerd, want Lau Vlasbom kreeg een waanzinnig... Ja, spektakel. In Tuschinski. Hij werd na vijf hij dagen, werd gehuldigd. Een week na die sprong, werd hij gehuldigd. Op het stadhuis mocht hij komen? Op het stadhuis. Hij kreeg een baan aangeboden. Bij KLM, Bij KLM van Albert Plesman. Ja. Want zijn droom was piloot te worden. Dus dat ook nog. Hè. Kind van duikers, maar piloot willen worden. Ook geweldig. Fenomenaal. Ja. Maar wat belangrijk is dat... Aad van Welzenis heeft hem zo gefetteerd. En die heeft ook een brief geschreven. Hè, waarin hij hem feliciteert en ook de records nog eventjes noemt. En ook de andere recordpogingen die zijn geweest. En die brief is ook altijd voor Lau belangrijk. Het bewijs geweest. Mm-hmm. Van kijk, de grote Aad van Welzenis erkent mijn record. Mm-hmm. Nu zijn we gewoon... Heeft het zijn leven veranderd? Heeft het leven van de darmschraper veranderd? Na die huldiging bij de burgemeester? Heeft het zijn leven veranderd? Ja, ik denk het wel. Hij is natuurlijk toch van een onbekende jongen. Het is wat ik ergens ook schrijf. Het is ook een beetje een verhaal van krantenjongen tot miljonair. Mm-hmm. Het is hartje crisistijd, 1933. Mm-hmm. Heel Krooswijk is werkloos. Mm-hmm. En een kleine darmenschapper doet een wereldprestatie. Wereldprestatie, waardoor je gefetteerd wordt uiteindelijk in Tuschinski. In het grootste theater van Nederland. Het mooiste theater van Nederland. De Alex de Haas. Dat hadden we. Die hadden we. Ja, nu staat het ergens anders. Dat klopt, dat staat in een andere stad. Maar hij heeft dat is een wereldprestatie, denk ik. En natuurlijk heeft hij daar iets mee willen doen. Alleen, hij heeft de pech gehad dat hij maar heel kort kon genieten van zijn prestatie. En komt dat door een week later dat Jan Tabernet ervan afsprong, ook van de hef? En die kwam, die heeft niet overleefd. De tragiek is dat één dag later gebeurde. Was dat één dag? Was het niet een week later? Nee. Precies een week, je hebt gelijk. Precies een week na de sprong. Mm-hmm. Maar Jan Tabernet was een van de jongeren die in Tuschinski zat, in die zaal. Ja. En die zag gewoon, die zegt, jezus, kijk nou, die Lau Vlasbom. Hij krijgt een baantje bij de KLM. Hij krijgt een rondvlucht boven Rotterdam aangeboden. Hij krijgt een cheque. Hij krijgt een nieuw pak van Gerson. Hij krijgt... hij werd helemaal... Wat was dat voor pak? Gerson? Gerson. Gerson, het grote modehuis van Rotterdam, waar zijn vader werkte. Zijn vader werkte voor Gerson, een groot Joods warenhuis in Rotterdam. En zelf werkte Lau Vlasbom ook bij Joodse ondernemers op het slachthuis. En dus hij werd helemaal gefetteerd. Dus voor heel veel jonge jongens, was dat een manier om aan de crisis te ontsnappen. Mm-hmm. Als het was kleine, armoede of dit. Dit armoede voorbeeld. Of dit. Ja. Je kon eruit. Hè, wat we nog steeds zien. Hè. Soms andere mensen kiezen voor hiphop. Andere mensen kiezen voor topsport. Hè, om uit je milieu te breken en ergens uit te komen. Mm-hmm. En hij zei tegen zijn vrienden die avond al, dat kan ik ook. Mm-hmm. En de volgende ochtend is hij het gaan doen. En hij is ook in die toren geklommen, Jan Tabernet. En die is morsdood gevallen. Hij ging nog hoger dan Lau. Greep hem dat aan? Ja, dat zeker. Ik denk dat hij in het begin...
heeft hij wel gezegd van ja, die jongen, die, je moet niet duiken als je niet kan duiken. Hij kon goed zwemmen, maar duiken is topsport. Mm-hmm. Hè? En Lau van 70 wist, meter helemaal, ja. Ja, en Lau wist dat hij gewoon perfect getraind had, een perfecte lichaamsbeheersing had. Mm-hmm. En dat hij dat kon maken. En die Jan Tabbenee kon dat niet. Maar het probleem was wel, vanaf dat moment gingen eerst de kranten, die kantelden hun verhalen over Lau Vlasblom. Eerst was hij een superman, een groot sportman. En toen werd het in één keer iemand, die andere jongens, de dood ingejaagd had, hè, die dus mede schuldig was, dus voor een vorm van sport en entertainment had gekozen, waar andere jongens van dood vielen. Heeft dat, dus dat boven hem gehangen? Ja, dat heeft hem tot aan zijn dood is dat hem nagedragen. Want, hij heeft op latere leeftijd, was een Panorama-interview, heeft hij gezegd dat hij die sprong niet had willen maken. Nee, uiteindelijk is hij dat ook niet meer zo actief gaan doen. Dus hij bleef nog wel springen en duiken. Maar het ging hem steeds, het kostte hem steeds meer moeite, die herinnering aan die sprong. En hij wilde daar eigenlijk ook niet meer echt over. Hij was er nog steeds trots op, maar het gewicht van dat drama werd steeds heftiger voor hem. Wat is er van hem terechtgekomen? We zien hem hier op iets latere leeftijd. Wat? Nou ja, dit is precies het moment waarop hij gefotografeerd wordt. Nog één keer beklimt hij dan de hef, op dat bovenste torentje. Dus dit is op een meter of 65, denk ik, 65, 67 meter. Het is echt gigantisch hoog. Je ziet daar de torenspits van de martelaren van Gorkumkerk. En dan staat hij echt, het is echt ontzettend hoog. Ga er maar eens bij staan. En dan zie je hoe hoog het is. En dit is inderdaad het moment dat hij ook tegen die journalist zegt, ik wou dat ik het nooit gedaan had. Want hè, dus hij bleef met die arme jongen in zijn hoofd zitten. Mm. Ik denk dat het een fantastische leestip is voor iedereen. Ik wil nog één onderwerp met je aansnijden. Jij gaat weg. Als bij BKOR, beeldende kunst in de openbare ruimte. Dat is wel iets heel anders, hè? Ja, ja. Ja, maar nu ik je toch hier in de show heb. Ja. Ik ben een enorme fan van jou. Van beeldende kunst in de openbare ruimte. Ja, jullie hebben 500 beelden in de stad. Of meer dan 500 beelden. Jullie zijn verantwoordelijk voor het beheer. Voor het onderhoud. Ja. Voor de nieuwe beelden die erbij komen. Ja. Het persbericht heb ik gelezen, stond met pijn in mijn hart neem ik afscheid. Ja, waarom ga je weg, Siebe? Dat is een droombaan. Dat is het ook. En ik heb ook heel leuk dat Joni hier ook zat. We hebben ook dit jaar heel mooi samengewerkt met het Helderheid Monument. Mm-hmm. En ja, dat is ook fantastisch in de stad. Maar weet je, Ernest, ik heb het 20 jaar gedaan. En dan is het ook wel eens tijd dat iemand anders het gaat doen. Mm. En dan is het ook, ik heb 20 jaar op de universiteiten rondgehangen. Ik heb 20 jaar dit gedaan, ik heb 20 jaar in bandjes gezeten, zoals ik er net eentje zag spelen. En ik denk dat je ook gewoon eens een keer je hoofd op een andere klop moet omzetten en wat anders moet gaan doen. Maar het is te gek. Het is een fantastische collectie in de stad. Het is schitterend. Er is nergens zoveel initiatief als in Rotterdam om beelden op straat te krijgen. Mm-hmm. Het is een hele mooie collectie en waanzinnig. In het persbericht stond één zinnetje. Mijn vertrek biedt kansen voor een heroriëntatie op het domein van kunst en openbare ruimte. Ja, tuurlijk. Dat klonk me heel erg abstract. Kun je dat uitleggen? Wat wil je opvolgen of eigenlijk de stad misschien meegeven? Wat moeten we met die collectie gaan doen? Nou, die collectie, kijk, volgend jaar vieren we dat die collectie 400 jaar bestaat. Hè? Onze collectie begint met het beeld van Erasmus. 1622. En dat is natuurlijk in een stroomversnelling gegaan, steeds meer. En dat heeft tot een geweldige collectie geleid. Ik zeg altijd, ga kijken in de tuinen van het Louvre en die van ons is beter. Hè, wat we hebben staan. Ja. Echt geweldig. Dus dat is heel bijzonder. Dus die blijft ook nog wel 100 jaar staan of 200 jaar. Ja. Maar er zit ook een dynamiek in de stad. Laat ik het zo heel netjes zeggen. Die niet helemaal de mijne is. Dus ik hoop dat iemand anders daar gewoon iets nieuws mee kan doen. Mm-hmm. Kun je dat, die dynamiek die niet helemaal de jouwe is, wat bedoel je dan? Nou, je ziet nu dat het gewoon. Ik vind dat beeldende kunst het heel moeilijk heeft in de stad. Het is heel moeilijk. We hebben toch met elkaar een stad gemaakt die. Iets te netjes is? Of? Ja, die is. Nou, laten we zeggen. We zijn frictievrije ruimtes aan het ontwikkelen. Die stad die moet frictievrij zijn. Die moet voor iedereen goed alles zijn. Moet schoon zijn, voor iedereen. Iedereen is bang een ander voor het hoofd te stoten. Mm-hmm. En we zien dat die kunst het daar heel moeilijk in heeft. Op het moment dat je, we zien steeds vaker ambtenaren die vragen stellen bij een kunstwerk. Bijvoorbeeld van, wat is dit? Wij vinden de boodschap niet goed. Wij staan niet achter de boodschap. Mm-hmm. Dan zeg ik, daar gaat u nu over. Het moet behagen. Dan gaat de kunst, ja. Mm. Of dat mensen zeggen, we willen een festival voor kunst, maar het moet wel leuk zijn.
wel leuk. Ik zeg, wat bedoel je? Wat een rotwoord. Je snapt er wel leuk. Huh? Ik zeg, nou nee, begrijp niet wat leuk is. Want volgens mij, er staan bij ons 1800 kunstenaars ingeschreven bij het Centrum Beeldende Kunst. Mm-hmm. En die bepalen met elkaar wat leuk is. Dus je ziet ook dat... Zou dit beeld, op de achtergrond staat het, van Santa Claus. Zou dit beeld er nu nog kunnen komen? Het was toen al moeilijk. Nou, kijk... Het wordt nu omarmd, hè? Dat is ook wel fijn aan Rotterdam. Alles kan. Maar het is gewoon moeilijker. We zien gewoon dat er wordt veel geld uitgetrokken voor allerlei vormen van stadsverfraaiingen. Vooral heel veel murals en street art. Mm-hmm. En dat mag ook allemaal niet schaven. Een jongetje met een leguaan op zijn schouder en een meisje met een vlinder. Mm-hmm. Het is allemaal heel erg leuk, maar ook heel erg generiek. Ook wat je overal ziet. Mm-hmm. En het is natuurlijk toch, als jij naar Londen of naar Parijs gaat, dan... En je komt in een stadswijk terecht. Heel vaak kan je aan de murals zien wat voor sfeer er in die stad hangt. In wat voor stad je leeft. Mm-hmm. Wat de spanningen zijn die daar leven. En dat zie ik in Rotterdam niet. Mm-hmm. Dus het is wel, het is een fantastisch decor, die stad. We houden ook van allemaal van die drones met mooie beelden en zo. Mm-hmm. Dat soort filmpjes zie je veel. City marketing. Maar het is heel veel marketing. Waarin kunst alleen nog maar een middel is. Om een leuke, prettige ruimte te maken. Maar kunst... Om selfie te maken ermee. Ja, het is heel Instagrammable en selfie-achtig. Had David Baden? Dit is een van mijn lievelingswerken. Omdat ik het zo idioot vind. Ik vind het zo groot, zo goed. Ja, ook omdat ik er denk ik... 100.000 keer langs ben gefietst. Ja. En dan bouw je een band op. Dat is gewoon zo. Nee, kijk, uiteindelijk kan alles. Dat is op zich. Maar jij bent bang dat dit nu niet... Nee, dat zeg ik gaan niet. Ik zeg alleen dat de druk heel hoog is op dat soort dingen. En dat ik vind dat te veel mensen zich met kunstuitingen bemoeien waar ze niet over gaan. Mm-hmm. De kleur van iets of de sfeer van iets of wat. Dat allerlei werken in een wijk, dan moet je het bij 100 mensen moeten hun handtekening zetten voordat het werk goed wordt gekeurd. Mm-hmm. En ik denk dat ook heel veel dat de kunst vrijer moet zijn en dat je ook frictie moet kunnen veroorzaken in de stad. En kloten hebben als wethouder om gewoon te zeggen van als jullie dit komt er gewoon. Dat denk ik wel en dat is nu dat is nu gewoon heel moeilijk. Mm. Wat ga je doen? Want dit wordt op 11 december heb je boekpresentatie in Donner. Ja, overdag klopt, om 3:00. Ja, klopt. Dankjewel. Wat ga je daarna doen? Dat weet ik niet. Ik weet het niet, Ernst. Je hebt echt geen idee nog? Nee, ik heb totaal geen idee. En het is ook het is leuk toevallig dat dit boek nu uitkomt, maar door papierschaarste en... Is het opgeschoven, lijkt het nu net alsof ik afscheid neem van het ander en dan met Lau Vlasboom verder ga. Dat is ook weer niet zo. Het was een corona-project. Mm-hmm. We zaten veel thuis in de lockdown en ik wilde dit altijd als ik er opschrijven. Dus ik had er ook tijd voor het afgelopen jaar. Maar ik weet het niet, ik wil eerst even mijn hoofd vrijmaken. Kijk, 20 jaar in een organisatie functioneren en die weer in stad, de gemeentelijk verband in de stad is best wel lang. En het is te gek geweest. Ik bedoel, ik heb ook wel heel veel geleerd. Want toen ik begon bij het CBK wist ik helemaal niet wat kunst en openbare ruimte was. En ik ben ontzettend verliefd geworden op die beelden. Dus het is ook heel mooi. Hè? Maar, welk beeld, tot slot, heeft de plek in je hart? Is er één beeld waarvan je denkt... Ja, dat zijn er eigenlijk twee. Ja, er zijn er heel veel. Ik bedoel, ik zou ook... Maar je moet nu een keuze maken. Met welk beeld gaan we het nieuwe jaar in? Nou, laat ik dan twee moeilijke beelden nemen. En waarom ik die goed bij Rotterdam vind passen. Dat is een beeld van Lebius Woods op het NAI. En dat is het beeld van Koop Himmelbouw bij de Albert Heijn op het vasteland. Dat zijn allebei beelden die gemaakt zijn op basis van schetsen, tekeningen van architecten. Dus ze zijn niet door een kunstenaar gemaakt. Mm-hmm. Maar je ziet daarin hoe een stad gebouwd wordt. Mm-hmm. Heel snel, hoe je begint. Mm-hmm. En dat zijn twee hele bijzondere... Je kunt zeggen, ik vind ze niet mooi, ik vind het niet leuk of zo. Maar die hebben, voor mijn gevoel, passen ze heel erg bij Rotterdam. Rotterdam is ook een stad van bouwen, van architectuur, en architecten ook. En die hebben ook geleid tot de meest waanzinnige tekeningen over hoe die stad eruit moet zien en steden eruit moet zien. En dan heeft ook twee van die werken heeft dat voortgebracht. Dus dat zijn, er zijn nog veel meer dingen die ik heel goed vind. Mm-hmm. Maar die hebben, daar, misschien dat ik daar nog het meest warm aan terugdenk als ik... aan de afgelopen 20 jaar, denk ik.
ga morgen naar de Albert Heijn daar. Dankjewel, Siebe. Oké, dankjewel. 11 december, de boekpresentatie in Donner. En het ligt al in de boekhandel. En support your local bookshop. Wij zijn er weer op donderdag 3 februari in het nieuwe jaar. Ik hoop dat er dan publiek bij mag en dat we een volle zaal mogen trekken. Maar anders gaan we misschien improviseren en toch maar eens overdag onze late night programmeren. Ik ga een ode brengen aan torenkraanmachinist Kees de Bruin. Voor andere programma-onderdelen zijn we nog blanco. En kunt u ideeën aandragen. Bezoek onze website en ik hoop u allen te zien. Dankjewel voor het kijken en tot in het nieuwe jaar. We'll be right back.